Voilà. Ja, kijk eens, ik ben haar even aan het helpen. Omdat alles wat ik doe vandaag niet goed lukt. Voilà. We gaan nu even nog gauw Pokémons vangen en zo ondertussen wat doorrijden naar de plaats waar we moeten gaan filmen vandaag. Voor jullie een kleine reportage te geven van de Christmas Farm Tree in Runkelen in Sint-Truiden. Dat is een buurtgemeente van Sint-Truiden. En daar gaan we dus nu ook naartoe. Ja? Ja. Ja, ik weet niet meer waar dat is. Ik weet wel dat ik bij een opname in Sint-Truiden was geweest vorig jaar. Ja. Maar ik kan me niet herinneren hoe dat was. Voel het koud. Ja, ik moet het even doen dat ik kan bezien aan Ja, de zijruiten. ik weet het, maar dat was gewoon even echt koud. Ja, het is al 9 graden en dus nog maar 7 na 5. En al zo vroeg donker. Ja. Ik vind het wel jammer eigenlijk dat in de winter, of wanneer het winter wordt, Ja. dat het dan altijd zo vroeg donker is. Dat vind ik wel jammer. Ja. Zo is de wereld. Of hoe noem je dat? De aardbol of? Aardbol, ja. Ik heb dit over jullie wat schoner maken, voilà. Hebben jullie ook weer al wat meer uitkijk? Ja, ziet het prachtig. Nog wat proberen, alsjeblieft. En dat motorje maar rap warm is. Dus we gaan jullie niet laten. We zijn nu onderweg dus naar de Christmas Farm Tree. Dus ik zal zeggen, geniet maar van de beelden van de Christmas Farm Tree. Dus als ik daar ben aankomen, dan zie je hier het wel. Ja. Tot straks. Yo. Wacht hè. Wacht hè, mensen. Tot straks allemaal. Yo. Ja, mensen. Kijk eens. Zij is er ook nog altijd bij. Het is hier echt heel mooi. Ik ben ergens aangekomen. Waar ook heel veel verlichting is. Moet ik wel eerlijk toegeven. Ik ben hier aangekomen op de Christmas Tree Farm. Even een goede dag gaan zeggen bij de mensen. En dan ga ik wat mooie beelden schieten voor jullie met hele leuke kerstmuziek. Ik zal zeggen, enjoy it. Thank you.
de Christmas Tree Farm. Zoals vorig jaar zijn we ook dit jaar enorm vooruit gegaan met de verkoop van onze kerstbomen. Niet alleen kerstbomen hebben we dit jaar, maar we hebben ook professionele kerstverlichting. Zoals je hier kan zien, we hebben zonder flash, met flash en met dakgoot voor flash. En natuurlijk bij deze coronaperiode hebben we natuurlijk ook ons moeten aanpassen. En Christmas Tree Farm verkoopt nu ook online zijn producten zoals kerstversiering, kerstboompjes, kerstkrans. Je kan het allemaal bij ons online bestellen. Geef maar een kijkje op onze Facebookpagina. Heel lief van deze frituur, het Binkske hier in Nieuw-Sint-Ruijten. Dat zich mee een pakket meegenomen dat ik zelfs mijn frietjes dan in de auto kan opeten. Maar ik moet ze dan wel terug komen brengen. Maar dat doe ik dan ook. En daar is die kameel, die ook bij de Christmas Farm Tree was. Alsjeblieft, schatje. En dan gaan we richting een nieuwe locatie opzoeken voor gaan te kijken naar familie toe. Neem mee naar onze plaats X. We gaan een nieuwe plaats X opzoeken. Hallo kijkers, ik hoop dat jullie hebben genoten ook van de Christmas Farm Tree beelden. Ik ben verschoten. Ik ook. Want vorig jaar waren we daar ook aanwezig bij de plechtige opening. Want vandaag was eigenlijk de plechtige opening en moest eigenlijk de vlog eigenlijk dat stuk gisteren online zien komen. Maar ze was even wat ziek geworden en daar heb ik dan respect voor. Steek het nu niet altijd op mij alsjeblieft. Jij voelde je ook niet goed. Dat wou ik ook net zeggen. Dat wou ik echt net zeggen. Maar jij zet mij weer al voor, hè? Ja, omdat jij dat tegen niemand... Tegen die van, hoe noemt het waar we zijn geweest? Christmas Tree Farm. Ja, tegen die wou je dat ook niet zeggen, dat ook aan hun lag. Ja. Dus het lag ook klein beetje aan mij, want ik voelde mij ook niet goed in mijn vel. Zij voelde zich ook niet goed in het vel. Dus daarom dat we gisteren niet zijn gegaan, maar wel vandaag, voor toch wat beelden te hebben voor jullie aan te tonen. Maar jij vond het wel echt mooi, hè? Ja. Echt massa's bijgekomen, hè? En ik ga je ook één ding zeggen, zo gelijk die kerstdecoraties kun je daar niet gaan bezichtigen, jammer genoeg. Want het moet via de webshop opgekocht worden, dus, en dan kun je het daar wel gaan afhalen. Het mooiste tip wat hun ook hebben gegeven is, kom 's avonds af, dan heb je ook een hele mooie sfeer daar. Hun proberen die sfeer Amerikaans te maken, heb ik ook vernomen. Dus een Amerikaanse sfeerstijl. Ze zijn echt omhoog aan het gaan, ook met hun listjes en al. Ze gaan echt daar iets heel moois ook van maken. Dus verwacht maar de komende jaren nog mooiere beelden van de Christmas Farm Tree, waar wij ook altijd zijn op uitgenodigd. Ja. En waren ook wel leuke mensen, hè? Ja, maar sorry dat ik soms zo kijk, maar dat is voor mij fijner, omdat ik... soms van de licht hoofdpijn krijgen. Dan moet ik zo even kijken dat ik niet te veel licht in mijn ogen krijg. Oké. Dus mensen, ik hoop dat jullie het er hebben van genoten. Ik ook trouwens. Ik hoop dat ook. Want eigenlijk zijn ze eigenlijk veel mooier bezig nu dan dat ik verwacht had. Mm-hmm. Ik dacht, oh, dat is nog niet zoveel. Maar eigenlijk in een jaar tijd kun je zoveel doen. Maar ik, jammer genoeg, dus dat is ook een klant van de Christmas Farm Tree, is Jurgen. Jurgen koopt ook de Noordennen of zoiets, ook bij hun. Dus bij de Christmas Farm Tree. En met deze jaar kan de Christmas House van Jurgen niet doorgaan omwille van de corona gedoe. Maar volgend jaar staat Jurgen's Christmas House ook terug, krijgt ook met de dennenbomen van... de Christmas Farm Tree. Ja. Wist je dat? Nee. Ah, dat Jurgen daar klant was. Ah, jawel, dat wist ik wel. Ah, oké, okay, weet het. Dus mensen, we gaan nu nog naar Enzo Knol kijken. Hier staat ook wat eten, dus we gaan ook even rustig eten. En dan ga ik haar straks van naar huis brengen, want voor 9 uur was ze thuis, want dat is ook zo wat moekes is. Vergeet niet een... blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder zeker niet te abonneren en op het belletje te drukken. Want dan blijven jullie op de hoogte wanneer een video online komt. Of een... livestream. Of een gaming... movie. Online komt, ja. Bij deze. En ga ook zeker eens langs op www.psychotv.be
voor de webshop. Of je kunt ook een hele leuke, mooie donatie kunnen achterlaten voor mij. Dus je gaat ook naar www.psychotv.be en dan heel van onderaan staat ofwel een QR-code, oftewel het kunt je op het hartje klikken. En dan kun je ook een hele mooie donatie achterlaten bij deze. Daar help je mij en weer een stap vooruit om PsychoTV wereld beter te maken. Want het wordt al integraal alles in PsychoTV gestoken bij deze. Ciao. Zo, dat iedereen het weet. We zijn nog even op Pokémon-jacht geweest. We hebben ook wat gyms gedaan. En uiteindelijk... Oeh, het is redelijk slechte kwaliteit. Even... Ik moet even het licht aan doen, denk ik. Ja. Dus we hebben dus even wat in de gyms gezet. Gyms kapot gemaakt. Soms als de gym rood was, heb ik met mijn gele account de gym offline gehaald. En dan terug opnieuw rood van gemaakt. Dus we staan nu momenteel in 16 gyms hier in regio Alken. Dus zowel paar in Alken, paar... in Sint-Truiden. Dan staan we er ook. We staan ook in Weijer. We staan hier in Hasselt ook. We staan in Alken. Dus we staan in redelijk veel gemeentes en steden. Oh, oh, oh. 16 gyms. Oh, oh. En ik weet dat je maar maximum 50 Pika coins kunt krijgen per dag. Dan maakt dat niet uit hoeveel gyms dat je staat. Als je al 8 uur en een stuk, 8 uur en een half in een gym staat, dan krijg je 50 Pika coins. Dan als je nog andere gyms staat en je hebt die 50 Pika coins al bereikt, ja, dan krijg je er geen extra. Hè? Maar we hebben goed gebattled. Ze heeft ook 1 round gewonnen. Dat is van level 1. Ze had dat nodig, dus we moeten op morgen nog gauw 1 goud zien te vinden. En dan van level 1, en dan is hij ook weer al een quest af. Ik moet ook nog een paar quests doen. Ik zal die eens opsommen de volgende keer in mijn vlog. Misschien dat jullie mij ook kunnen helpen daarin. Wie weet dat. Want ik moet nog redelijk wat doen en dan ik ga daar wat screenshotjes van maken en dat in Paint plakken, allemaal zo langs elkaar. Dan kan ik dat in 1 blad uitprinten. En dan kan ik dan wel eens voorlezen wat ik allemaal nog nodig heb. Dus... Amai, het is hier heel weinig verlicht. Ik vind het echt dat Frans Bille en Ricard weg zijn. Vind ik echt wel jammer. Ik hoop dat jullie echt van de vlog hebben genoten. Ik ga het dus hier al bij afsluiten. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat ik een livestream doe. Of een nieuwe video online komt. Of iets anders. En nu ben ik alsap naar mijn thuis aan het rijden, want ik ben... Voilà, ik ben nu 120 aan het rijden, zet ik mijn cruise control op. Kijk, ik kan die terug invoegen. Ja, oké. Dus ik zie jullie allemaal morgen weer al terug in een gloednieuwe vlog. Oh. Vloggen, wat doe ik dat toch zo ontzettend graag. En ik wil het blijven doen voor jullie. Ik doe het heel graag. Het is een deel van mijn leven geworden dat ik elke dag hup met een camera in mijn hand neem en film. Dat doe ik allemaal speciaal voor jullie. Voor ook een deel uit te maken van mijn leven. Dus dat jullie ook zien wat ik ook doe. Maar ik moet nog wel nog iets meer durven ook in openbaar te filmen.
Dus als ik aan het wandelen ben of zo, heb ik gewoon mijn armen gestrekt houden. Dus. En hier gaan er mij voorbij stikken. Hier denken heel veel mensen, oh ja, hier moet je ook 120 rijden. Nee, dat is niet waar. Hier moet je maar 90 rijden. Tussen de rode lichten van Zalambeis-Heirik en de rode lichten van dingen. Van de industriezone Alken, daar mogen maar 90 rijden. Dus let er alsjeblieft op, want ze staan hier ook eens regelmatig te flitsen. Dan geef ik die tip ook nog mee. En weet je wat ook nog zalig is? Dat ze blijven staan als het groen is. Nu rijden ze pas door. Nee, weet je wat ook zalig is met deze nachtklok? Alhoewel, om 12 uur s'nachts wordt er niet mee gereisd. Oh, zalige stilte dan. Op mijn slaapkamer. Allee, dat was nog een leuke toevoeging. Ik ga nu het afronden. Ik zie jullie allemaal morgen fris en wel terug. En ik kan nu ook, in principe kan ik ook langere vlogs maken. Dat wil ik ook nog even meedelen. Dus ik kan in principe, dus richting lente toe, kan ik redelijk langere vlogs maken. Dat ik een stukje van 256 gigabyte heb. En ik ga er binnenkort er nog bij bestellen. Dus dat ik goed kan filmen. Ook met een vlogcamera. Wat er ook binnenkort zit aan te komen. Ja, ik ben nu echt aan het investeren voor een Cycle TV. Ik wil mijn oude leven wil ik achterwege laten. En dan echt met een nieuw leven beginnen. Echt met Cycle TV. Met schatje. Echt leuke dingen gaan doen. De merchandising verkopen aan een goedkopere prijs. Dus echt waar, er staan redelijk veel dingen nog op programma. En ook, ah ja, dat wil ik ook nog als toevoeging geven aan mijn vlog. Dus hoe zit het nu met lidgeld? Lidgeld gaat actief op 1 december. Dus daar gaat er ook dan een extra pagina verschijnen. Lid worden. Of lid gewoon van boven. En dan kun je, als je daar op klikt, krijg je informatie wat je allemaal in voordelen krijgt voor 5 euro per half jaar lid te zijn. Dus dat is iets minder dan een halve eurocent, dus minder dan 50 eurocent per maand wat je eigenlijk aan mij betaalt voor met mij samen te gamen of leukere dingen te doen. Ook de previews van vlogs krijgen jullie dan te zien. Jullie worden dan ook op de hoogte gehouden wanneer dat er een meeting gaat zijn. Ik ga ook proberen pretpark meetings te doen, LAN-party meetings. Dus dat we eens met een team daar naartoe kunnen gaan, met een Cycle TV team. Gaming evenementen, dat we bijvoorbeeld ergens op een punt dan afspreken en dan samen daar naartoe gaan. En misschien als het dan ook aanslaat, wil ik echt waar ook naar de grootste gaming evenement ter wereld gaan. Ik bedoel LAN-party ter wereld, dan moet ik het wel even erbij zeggen. Dat is DreamHack Zweden. Wil ik wel ook eens ooit in de toekomst een bus voor inleggen. Dat jullie ook eens allemaal met mij graag eens mee kunnen gaan naar DreamHack Winter. Want DreamHack Winter is blijkbaar een van de goede DreamHacks. Maar omhoog van over de corona ligt dat ook volledig stil. Jammer genoeg. Dus maar mensen, vergeet DreamHack niet. Laat DreamHack ook bestaan, want ik moet er ook nog eens naartoe gaan. Yay. En mijn listjes zijn weer al uit. Oké. Dus ik ben nu thuis aangekomen. Dus ik ga nu nog eens even een korte opsommen. Wat je krijgt met het voordeel zijn van lidmaatschap Cycle TV. Dat is voor 5 euro om het half jaar. Krijg je voorrang op inschrijvingen van meetings, 5 dagen op voorhand. Je kunt dan samen met mij mee ook gamen, want daar is dan een Discord dan. Dus je moet ook Discord dan hebben. Dan krijgen jullie in de superfan chat de IP van bijvoorbeeld bij Tales of Fiets, zoals ik Tales of Fiets ga spelen, of Counter-Strike Source de IP. Of Among Us, dan zet ik daar de invite. Of van Scribble You, dan zet ik daar ook weer al die invites in de superchat. Dit gaat allemaal door op 1 december. En het leuke ervan al is, Shift Happens heeft voor
een paar mensen al een half jaar abonnement al afgesloten. Daar ben ik wel echt al heel blij om. Bier & Tee heeft ook voor 4 mensen lidmaatschappij aangekocht. Dus daar ben ik ook al heel blij om. Maar ja, dus voor 5 euro per half jaar. Ofwel voor 10 euro voor een jaar. Dus ik ga 2 betalingssystemen online zetten. Voor, ofwel 5 euro betaalt je, ofwel 10 euro betaalt je. Dus per half jaar of per jaar. Dus bij deze. Dus via de Superchat gaat je ook dan heel veel te weten komen. Ook de previews op de vlogs. Dus jullie krijgen dan, wanneer dat juist de vlog in elkaar is gestoken, de vlogtitel, hoe lang dat de vlog online komt, hoe lang dat de vlog is. Plus dan nog eens wanneer dat de vlog ook online komt. Wat ik ook ga doen is dus ook aankondigen ook wanneer dat er ook livestreams gaan zijn. Ook als ik een nieuwe computer heb, ook wanneer dat de livestreams gaat zijn voor de gamen. Dus gaat daar ook dan opkomen. Dus elke euro is nu welkom bij Cycle TV, want ik wil gaan investeren in Cycle TV, dus in een nieuwe computer, in een dus hardware. En dan ook in een nieuwe vlogcamera, dus een nieuwe computer voor te kunnen gamen samen. Dan misschien ook wel een nieuwe webcam, ga ik daar ook nog bij kopen. Dus eerst computer, daarna vlogcamera, daarna een nieuwe webcam. Dus dat komt allemaal wel goed. En ik zeg het. Maar nu ga ik afronden. Ik zie jullie allemaal morgen fris en wel terug. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Tot. Want ik wil nog zo van die dingen doen. Ah ja, ook nog een kleine oproep. Wat ik wil gaan doen, dat is. Heb je bij u thuis kerstverlichtingen of kerstversieringen ophangen? Of weet jij een geburen of zo die echt zijn tuin heeft, echt letterlijk en figuurlijk heeft versierd? Stuur dan een foto of een videofragment op naar info@cycletv.be. En ik wil integraal voor een kleine vergoeding afkomen. Dus bijvoorbeeld de kleine vergoeding, versta ik daarin in een drankje. Dus voor even te benuttigen, dus dat ik die kilometers heb gereden. Dat ik eens even mijn keel kan smeren en dan hup, wat beelden maken en dan terug weer op weg. Dus dat is van een kleine vergoeding. Dus een kleine frisdrankje ben ik al heel content mee. Dus daar heb je geen bier, geen alcohol, dank u. Dus heb je dat, dus maak daar een foto van of maak daar een mooie videofragment van. Stuur die dan op naar info@cycletv.be met ook met de juiste gegevens daarin, dus adresgegevens, waar ik ook moet zijn. Zet ook uw gsm-nummer daarin of, of een contactweg waar ik jullie beste kan contacteren. Dan bespreken we een datum af en dan kom ik ook wel af voor te filmen. Want we gaan toch richting kerstmis. Een hele sobere richting kerstmis. En ik wil daar ook nog wel een steentje bijdragen voor heel mooie beelden te maken bij jullie thuis. Ofwel bij de geburen, ofwel in een straat of zo. Of ook eens hier iets met de straat. Ik wil jullie integraal komen filmen met de ganse straat als er versierd is of zo. Maak er dan ook beelden van dat de straat versierd is, dat je ook een bewijs hebt dat ik kan afkomen. Dus zonder bewijs, bijvoorbeeld zonder een foto of zonder videofragmenten, kom ik niet af. Ook met die foto of videofragmenten moet er ook sowieso zichtbaar zijn beelden voor Cycle TV. Op een plat papier geschreven, dan weet ik dat het ook officieel is. Dus er kunnen ook nepfoto's dan doorgestuurd worden naar mijn thuis toe. En dat wil ik dus weer al niet. En dus dat ik er niet voor koekenzeven of zo ergens ga staan. Bijvoorbeeld in Antwerpen of zo. Voor komen te filmen, en daar is niks. Snap je? Dus ik wil ook certificaat van echtheid hebben. Dus daarom dat ik ook vraag voor dan op een plat papier te schrijven. Hier is Cycle TV, jouw kerstverlichting versiering. Of zoiets. Als er maar Cycle TV opstaat. Bij deze. Tot morgen. Joe.